Wie is de Mol Recap, aflevering 1. We begonnen de aflevering met de mol. Everon die lachte zich dol. Hij voerde een leuk gesprek, maar Jurre vond het gek. Mijn hart, ja. Soy legde de hoorn in een M voor meer. Ranomi die wist het niet meer. Vrouwtje gaf een erge sneer. En kandidaat of wat een gekke sfeer. Een pokerface, zei hij. Dus lekker kampjes liep hij erbij. Soy juist als de mol bekend. En deze persoon die rent. Wacht even schat, even rustig. Opgesloten in een kist, maar helaas, er was geen licht. Verbind de locaties samen en dan weet je waar het geld is te halen. Oh, yes. Dit jaar geen molgeld meer. Erg jammer vond Rick dit weer. Samen heel erg discussierend. Is dat niet alarmerend? Want er is gemold. Daniel en Ranomi waren aan het zingen, maar volgens mij was Daniel niet erg aan het swingen. Hij zong dat hij schuldig is. Dat is zeker niet niks. I'm not dead. Aniek nog met een hoge toon en een geel bad eentje, daar gaat het om. Een jurylid kwam erbij en Sander en Jurre waren niet blij. Hier keek Anke erg zat en Sarah dacht... En nu gaat nat. Toen de test en executie kwam, was Soy heel erg bang. Voel ik nog niet echt. Bam. Zij kreeg een rood scherm, dat is zeker geen fijne term. De mos pakte haar aan, misschien was het toch nog doorgaan.